Ja, gefeliciteerd. Hoe groot was Jolanda bij jou na 120 minuten? Ja, uiteraard de goal van Arnoud. Sprint je met z'n allen het veld op en dan, ja, dat is een mooi gevoel. Ik had het idee dat sommige spelers een beetje doorheen zaten, maar toen die goal er was, was iedereen weer topfit om naar het veld toe te lopen. Ja, ik weet niet. Die lui waren op zich wel conditioneel sterker dan ons, denk ik. En ja, wij stonden gewoon goed. En ja, na die goal dan is het ook weer makkelijker voetballen. En dan heb je ook weer energie om door te bekeren natuurlijk. Jij maakte de 1-0. Mooi goal in de eerste helft, hè? Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Het zat er mooi in. Ja. Daarna kun je doordrukken. Qua spel lukt het ook wel, qua doelpunten niet. En dan krijg je nog lastig. Heb jij een verklaring hoe dat... Waarom het de tweede helft minder liep dan de eerste? Lastig was het niet. Maar ja, we creëerden onze kansen en die maakten we niet af. En ja, dan krijg je gewoon één kans tegen. Ja, die maken ze. En ja, dat is voetbal. Dat is lullig. En ja, dat is gewoon lullig. Uiteindelijk ga jij naar de kant. Ja, met wat gevoel zit jij op de bank naar die rest van de wedstrijd te kijken? Ja, dat ene roept je aan de kant. Dat is wel een kut gevoel natuurlijk. Omdat je weet dat je wel een balletje kan scoren in de laatste minuten. En daarna. Is gewoon kijken en genieten van het team. En dan maakt Arnoud de 2-1. En ja, dat is gewoon genieten. Ja, is dat genieten of zit je ook met spanning op de bank? Ja, spanning. Nou, ik zie de trainer voor me lopen. Nou, die zit met schillende beentjes. En spanning. Ja. Ik heb wel vertrouwen in het team. Dus ja, zoveel spanning had ik niet. Dus, Had jij er nog vertrouwen in? Omdat je krijgt je tegengoal. Kopjes zie je een beetje gaan hangen met z'n allen. Ja, zeker. De eerste helft dacht je van, we krijgen een paar kansjes. Kijk, drinken. Oh ja, je drinkt niet, hè? Nee, ik drink niet, dankjewel. We krijgen een paar kansjes en toen viel de bal goed en Arnoud maakte hem. Ja, dat is geweldig. Ja, ze vroegen je net ook al, hè? Nu ga je verder bekeren. Heb je al een beetje in de gaten wat voor ploegen er allemaal in zitten en wat jij graag wil? Ja, ik weet wel wat jij graag wil, denk ik. Ja, het liefst PSV natuurlijk uit. Dus favoriete club natuurlijk. Maar nee, elke club is goed. Cambuur is ook leuk inderdaad. Het is een leuke derby. En elke ploeg is goed om te loten. Elke club. Helmond Sport ligt vlak bij PSV. Ja, nee, dat moeten we niet hebben. Daar zit hij al. Dank je wel.